We hebben ook een felle brand gehad aan de Eddy Brumastraat. Straks gaan wij bellen met Alton Pinas. Hij is brandweervoorlichter. En hij gaat ons vertellen wat de stand van zaken is. Ook de partiale Hoer was bezig met hun partijleden en partijstructuren. En deze partij heeft 28 kandidaten voorgesteld voor de post van de minister van Binnenlandse Zaken. En zoals beloofd zal de president volgens mij deze week een besluit nemen met betrekking tot de invulling van deze functie, de minister van Binnenlandse Zaken. U weet dat het ministerie een van de belangrijkste ministerie is op dit moment, want zij moeten ervoor zorgen dat de verkiezingen van 25 mei 2025 goed en vlekkeloos georganiseerd moeten worden. Te meer dat wij wij hebben een nieuw systeem geïntroduceerd en dat is het landelijke evenredigheidsstelsel. We hebben ook gehad de Sanderij, waarbij er een soft launch heeft plaatsgevonden met betrekking tot het invullen van uw reisformulier. En ook dat gaan wij u, we gaan u weer op de hoogte stellen voor wat betreft dat moment. Maar de techniek heeft me al gewenkt dat Alton Pinas aan de andere kant staat. Dus wij gaan met hem bellen. Meneer Pinas, goedemorgen en welkom. Ja, goedemorgen meneer Nieuwen. Alles goed met u? Ja, we doen ons best hoor. Goed weekend gehad? Ja, nogal. Behalve gisteren was het vrij druk, gisteravond. Maar over het algemeen is het goed gegaan. Ja, want we hebben beelden gezien van een dame die heeft gefilmd. En het ging om de brand aan de Eddy Brumastraat. Wat kunt u de samenleving vanmorgen geven aan informatie? We kregen gisteravond omstreeks 11:30 melding van een brand aan de Eddy Brumastraat. Het is een vrij grote brand. De brand heeft ons ongeveer 5 uur lang gekost. Van 11:30 tot pak een beetje 3:30 waren de heren bezig. Het ging om een gebouw waar meneer Hewat in het verleden vaker te zien was. Het oud-hotel Silverbeurt. Bent u eens met me, meneer Hewat? Nee, ik, ik heb nooit een bezoekje gebracht aan dat hotel. Oké. Het gaat elke keer om hotel Silverbeurt, een heel groot gebouw. In steen en hout opgetrokken. Hij heeft ongeveer een oppervlakte van 20 bij 65 vierkante meter om beeld te nemen van de grootte. Ja. En het was vrij moeilijk werken. Ja, sorry hoor. Ja, het was vrij moeilijk werken voor de brandweer. Omdat wij, er waren belendingen. Aan de voorkant was er een bar-restaurant. Aan de zijkant, linkerkant was er een woning. Maar we hebben ons best gedaan om de brand zo beperkt mogelijk te houden tot het gebouw van Silverbeurt. Ja. En dat even uitgeslagen naar een restaurant voorin. Sorry, het restaurant voorin. En ja, daar heb je even wat ruiten die gebaard te zijn. Voor de rest hebben we hem beperkt gehouden. Ja, dus 5 uur lang was de brand weer bezig. Ja, 5 uur intensief bezig met werken. We hebben gewerkt met de hoofdkazerne, dus in de resort. Daarna hebben we een versterking gehad van post heilige weg. In de vorm van manschappen en tankauto. En post GFV kwam met manschappen die stand-by bleven. Maar die hebben we toch niet ingezet. Ze waren gewoon stand-by in case of. Waarom ik zeg in case of? Wij werken met een ademluchttoestel. En volgens medici mogen we maar 2 ademluchttoestellen gebruiken bij een brand, tijdens een brand. Een derde is niet geoorloofd. Dus je hebt bij een grote brand meer manschappen nodig. Ja. Maar jullie hadden genoeg water?
Ja, het was mooi zonder water. We hadden 20 auto's ter plaatse en we hebben over water gewerkt. De brandweer komt op drie manieren aan uw water. De eerste manier is open water, rivieren, kreken, zwembaden. De tweede manier is de brandputten, die je meestal in de binnenstad hebt. En de derde manier is via onze tankwagen. We hebben op twee manieren gewerkt, via de tankwagen en via open water. We hebben ons water gehaald vanuit het zwembad Tarima, door middel van de dompelpomp. Ja, en het zijn brandmeester is al gegeven. Wat zegt u? Het zijn brandmeester is al gegeven. Ja, het zijn is hier. Het is gisteravond om 10:45 gegeven. Toen was de brand is onder controle. Ja, en na de zoveelste brand, wat kunt u aan de samenleving aangeven? Want na elke brand doet u ervaring op. Wat kunt u in deze aangeven aan de gemeenschap? In elk geval was het wat de oorzaak betreft een beetje moeilijk. Het gebouw was niet aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS. Na terwijl omstandigheden bleven de dak of thuis loten in de woning. En als we kijken naar de aard van de brand, de manier hoe alles is geschied, dan is het moeilijk om aan te geven wat de oorzaak is. Ik wacht me niet op glad ijs. Ja. Maar wat we kunnen doorgeven aan de gemeenschap is, ja, voorzichtig natuurlijk met brand. Zet rookmelders in je huis. Het lijkt een dure grap, maar het is een lifesaver. En laat je pand verzekeren. Helemaal. Oké, okay. Ja. Bedankt voor deze korte informatie. Dus de weg is weer open. Dus men kan gewoon via de Eddy Brimastraat rijden om hun weg verder te vinden. Ja, men kan normaal via de Eddy Brimastraat rijden. De weg is opengesteld. Zie je dat vanmorgen 4:30 moet het zijn na de brand.